7,5 miljard. Zoveel mensen zijn er op onze aarde. 7,5 miljard verschillende, bijzondere en unieke mensen. Kijk eens om je heen. Let eens voor een moment op al die verschillende mensen. Is het niet prachtig dat iedereen anders is? Waarom blijven we elkaar dan nog beoordelen op huidskleur, geloof, afkomst, interesses, uiterlijk? Ik zou willen dat we allemaal onszelf kunnen zijn, zonder daarop afgerekend te worden. Ik zou willen dat we elkaar kunnen zien zonder vooroordelen. We zijn een intelligente, vergevorderde beschaving. We kunnen mensen naar de maan sturen, hebben enorme vorderingen gemaakt op het gebied van ziektebestrijding en maken zelfs gebruik van virtual reality. Maar waar we nog altijd niet tot in staat zijn, is elkaar accepteren zoals we zijn. Is dat niet te gek voor woorden in zo'n slimme samenleving als de onze? Er zijn zoveel problemen in de wereld, maar om hier oplossingen voor te bedenken en deze uit te voeren, is er eerst acceptatie nodig. Acceptatie van anderen. We kunnen geen afspraken maken met elkaar als we elkaar niet zien als gelijken. We kunnen geen problemen oplossen met iedereen als we niet iedereen accepteren zoals we zijn. En we kunnen onze wereld niet verbeteren als we de wereld niet zien als iets waar alle mensen evenveel recht op hebben. We zijn een intelligente, vergevorderde beschaving. We kunnen mensen naar de maan sturen, hebben enorme vorderingen gemaakt op het gebied van ziektebestrijding en maken zelfs gebruik van virtual reality. Maar het liefst zouden we een raket naar de maan sturen met daarin mensen van een ander geloof. De ziekte egoïsme hebben we nog lang niet verholpen. En we kunnen die virtual reality bril niet eens afzetten en inzien wat er nog gedaan moet worden aan onze samenleving. Wat we moeten doen is actie ondernemen. Probeer je af te zetten van een ideaal beeld mens. Trek het ene geloof niet voor het andere geloof. Behandel de ene persoon met een ene huidskleur niet anders dan een persoon met een andere huidskleur. Maar kijk naar wat mensen willen laten zien van zichzelf. Zie iedereen als een eigen persoonlijkheid. Want daarin zijn we allemaal gelijk. We willen onszelf zijn. We willen bijzonder zijn. We willen uniek zijn. Dus laten we aandacht geven aan al die verschillende mensen op onze aarde. Die 7,5 miljard mensen. Verschillend. Bijzonder en uniek.